Yo mensen van Uplayer, ik ben Louis Jansen en welkom bij een gloednieuwe aflevering van mijn uitdaging. Ik ga maar meteen met de deur in huis vallen. Vorige week was ik 97,3 kilo en 117 centimeter omtrek. Een nieuwe week later ben ik 96,6 kilo en 115 centimeter omtrek. Dus we gaan vooruit. Niet heel met vele grote stappen, maar we gaan vooruit. En nu, hoe was mijn week? Mijn week was... Het was een lange week. Echt een lange week. Ik heb een ingegroeide teennagel, daar loop ik al een paar maanden mee rond. En het deed zoveel pijn. Het deed zoveel pijn. Ik dacht bij mezelf van, als ik het nou schuin afknip, dan heb ik in ieder geval dat puntje. Want meestal is het echt een puntje wat irriteert. Nou, dacht lada. Gelijk pijn. Het was ook opgezwollen, was dik. Infectie. Of nou ja, dat wist ik toen niet. Maar het was wel dik en opgezwollen. En het deed hartstikke veel pijn. Dat las ik dus op internet. Wat je ook doet, niet schuin afknippen. Dus, vervolgens heel lang mee rondgelopen. Ik heb sowieso al heel lang met een ingegroeide teennagel rondgelopen. Maar weet je wat het is met mij? Na 2 weken, dan trekt de pijn weg. Maar het zit er wel nog steeds. Dus elke keer als ik mijn teennagels dan knip, dan komt die pijn weer terug. Dus, naar de huisarts. Nou, die zei niet alleen dat ik een ingegroeide teennagel had, maar ook nog een infectie. En die heeft me dus doorgewezen naar... een chirurg of zoiets. En die gaan me donderdag opereren. Dus dat hoop ik dat ik er dan eindelijk vanaf ben. En het ergste van was, ik weet niet hoe lang ik uit de running ben. Want ik heb nu donderdag... donderdag en vrijdag ben ik dus nu ziek. Hebben ze me ziek gemeld. Of tenminste moet ik nog doen. Maar ze hebben me in ieder geval van het rooster afgehaald. En dan kijken hoe het gaat. Ik heb nog geen antibiotica's voor de infectie. Maar ja, waarschijnlijk gaan ze bij het opereren, of ja, bij het opereren ze gaan een stuk van de zijkant wegknippen. En waarschijnlijk gaan ze het dan goed schoonmaken, dus ja. En dan zie ik het wel. En voor de rest, nog bijzonderheden. Ja, ik heb een nieuw mobiel gekocht, dus die komt maandag binnen, dat is ook leuk, een nieuw mobiel. Deze mobiel heb ik nu al iets van 3,5 jaar. Dus daar werd het tijd voor. Maar ik ga lekker even eten. En ik zeg nog mijn ding. En dat is doei.